Deze aflevering van Arnhem in de Ban van staat in het teken van de Arnhemse binnenstad. De Arnhemse binnenstad kenmerkt zich door een heel divers aanbod van winkels en restaurants. In deze aflevering nemen we een kijkje bij een elftal aan bijzondere ondernemers en instellingen. Soms kijken we letterlijk in de keuken. Dit is Arnhem in de Ban van de binnenstad. Musis en Stadtheater zijn de pareltjes van onze cultuurpodia in Arnhem. Nu Musis is gerenoveerd, zijn ze klaar voor een prachtige toekomst. Marlon Jansen vertelt wat we allemaal kunnen gaan verwachten in het komende seizoen. Ik ben Marlon, ik doe de marketing voor Musis, het gebouw wat we hier achter ons zien. Samen met mijn collega die doet de marketing voor Stadstheater. Het zijn eigenlijk alle voorstellingen en concerten in Arnhem. Achter mij zien we het Stadstheater, dat is ons andere gebouw. Het Stadstheater is eigenlijk thuis van toneelgroep Oostpol en Introdans, twee grote gezelschappen uit Arnhem. Maar behalve toneel en dans is daar ook veel cabaret te zien. Komend seizoen bijvoorbeeld Joep van het Hek, Claudia de Breij of ook Alex Klaassen. Dus ook in het Stadstheater zijn er heel veel verschillende smaken. En eigenlijk iedere avond is er heel iets anders te beleven. Musis, dat je hierachter ziet, is net helemaal gerenoveerd. We hadden de oude zaal, de oudste concertzaal van Nederland, is helemaal opgeknapt. Die is dit jaar opengegaan. En vorig jaar is de parkzaal, die je hierachter in het groen ziet, die is opengegaan. En met twee grote concertzalen hebben we nu veel meer capaciteit. Dus we hebben behalve grote namen uit de klassieke wereld en het Gelders Orkest, hebben we nu ook veel popmuziek in Musis. Grote concerten zoals de Golden Earring, maar ook Jan Smit of Nick en Simon staan bij ons. En daardoor kunnen we het programma veel breder maken en ook veel meer mensen uit Arnhem en omgeving een fijne avond uitbezorgen. Snelbander Fietstechniek is geen gewone fietswinkel, maar eentje die zich heeft gespecialiseerd in snelle e-bikes en hele snelle speedpedelecs. Paul van Heertum vertelt waarom hij kwaliteit en service zo belangrijk vindt. Ik ben Paul van Heertum, eigenaar van Snelbander Fietstechniek in Arnhem aan het Koningsplein naast de Schouwburg. Wij zijn gespecialiseerd in elektrische fietsen en wel een beetje het hogere segment. Wat wij voeren is heel veel speedpedelecs, dat zijn de 45 kilometer fietsen. Daarnaast hebben we ook de 25 kilometer fietsen en ook bakfietsen. Wij onderscheiden ons van andere bedrijven door toch die kwaliteit en die service te bieden. Want uiteindelijk is goedkoop duurkoop. Thais restaurant Salatai en Mexicaans restaurant La Cantina zijn buren aan de Rijnkade in Arnhem. Bij de een zie je in bescheidenheid gebracht een enorm palet aan Oosterse smaken voorbij komen en bij de ander spat de Mexicaanse passie van de borden af. Wij zijn authentieke Thais, wij voorbereiden elke dag met verse eten, lekker curry. Onze kok is ook echt Thais, kom uit van Thailand. Ze is nu 9 jaar hier, ze kookt echt super lekker. Ja, we zitten echt aan prachtig aan de Rijnkade. Als we mooi weer kunnen echt op het terras zitten. En wij hebben een grote tuin, kunnen gewoon in de tuin zitten. En als we slecht weer kunnen gewoon binnen. We hebben 60 zitplaats. Een weekend wil ik van tevoren reserveren. We kunnen ook gewoon via onze website bestellen. We kunnen gewoon binnen een uur bij u thuis bezorgen. We kunnen lekker eten. Via ons bestellen is gratis bezorgen. Wij doen ook catering. Nou, ik ben Mo Magoo. Ik ben sinds kort eigenaar van Cantina. Cantina is een taqueria. Taqueria is eigenlijk een taco bar die je in Mexico altijd langs de wegen ziet staan.
Maar in de loop der jaren is dat een beetje veranderd naar een restaurant gewoon in een pand. Het idee achter mijn kaart is kleine gerechten die je snel kan bestellen en die betaalbaar zijn. Dat je een aantal gerechten bestelt die je lekker samen kan delen. Mijn zaak beschikt over 3 etages. Dus je kan hier zeker met grote groepen kan je hier komen dineren en wat drinken. Je kan dineren, je kan op het terras zitten met een cocktailtje in je hand. Een margaritaatje, een corona. Alles wat te maken heeft met Mexico, dat is wat ik doe. Ook bij Cantina kan je een tequilaatje drinken. Maar bij Cantina drink je tequila niet op de manier hoe je met de kroeg drinkt, met zout en citroen. Maar bij Cantina drink je lekker een tequila met kaneel of met ananas of met sinaasappel. Ik heb hier een hele mooie fles Del Maguey. Die serveer je met een stuk ananas en een klein beetje kaneel. En dan hebben we hele mooie potjes, daar drink je lekker tequilaatje uit. En een tequila, vooral een mezcal, die is eigenlijk 100% agave. Agave is de plant waar de tequila van gemaakt wordt. Smit Schoenen is een echt familiebedrijf en bestaat al sinds 1964. Ze zijn generaties terug begonnen als ambachtelijke schoenmaker en nu doorgegroeid naar een leuke eigentijdse winkelketen die snapt wat de laatste trends zijn. Wie de schoen past, trekken hem aan en neemt hem waarschijnlijk mee naar huis. Ik ben Stefan Alfring, ik ben al 3 jaar hier bedrijfsleider, eindverantwoordelijke voor onze prachtige filiaal Arnhem. Smit Schoenen bestaat al meer dan 50 jaar. Een familiebedrijf is sinds 3,5 jaar geleden overgenomen door de familie van Arendonk. Wij verkopen vooral unieke merken, eigen modellen. De collectie is heel uniek samengesteld. En daarnaast kan het alleen natuurlijk zo goed mogelijk verkocht worden met een uitstekende service. En vooral ook het leerschool. En het is ook tijdloos. Klopt. Ja. Het is tijdloos. Het verschil tussen goedkope en dure schoenen zit hem vooral in het materiaal wat ze kiezen en de pasvorm. Elke schoen, vooral juist bij de herenschoenen, hebben allemaal een unieke pasvorm en een unieke leersoort wat zachter is, wat soepeler is, wat beter naar je voet gaat staan en uiteindelijk daardoor veel meer comfort heeft. Daarnaast die ik nu in mijn hand heb is helemaal uniek omdat hij gewoon nog met de hand bewerkt is en een uniek patroon heeft. Dus het is heel lastig om dit zo goed voor elkaar te krijgen. We scheiden ons vooral door goed te luisteren naar de klant en daarmee kunnen wij een passend advies geven uit onze collectie. Zodat de klant weer tevreden naar huis gaat en natuurlijk weer tevreden bij ons terugkomt. House of Billiards is dé plek om gezellig uit te gaan en een spelletje te spelen. Naast pool hebben ze ook andere spelletjes. Heb je zin in een lekkere cocktail? Dan ben je hier ook aan het goede adres. Ik ben Suzanne en ik werk in House of Billiards en dat is waar we nu zijn. Het is het grootste poolcentrum in de regio. Wat ik doe hier is achter de bar staan, drankjes inschenken, drankjes brengen bij mensen en het gezellig maken hier. We zijn een poolcentrum, dus het is voornamelijk poolen. We hebben een heleboel pooltafels. Snoekeren kun je hier ook, carambol of biljart, zoals het beter bekend staat. Verder hebben we ook pingpongtafels, air hockey. We hebben op dit moment een virtual reality staan. Eigenlijk kan iedereen hier terecht, alle leeftijden. In de weekenden 's avonds zijn we voornamelijk een uitgaansgelegenheid. Maar door de week overdag hebben we alle leeftijden hier. Ook scholen kunnen hier terecht. Scholieren die kunnen op school het poolen als keuzevak kiezen, als activiteit om ook te doen. We hebben 2 verdiepingen en dan kunnen ze op de bovenverdieping mooi terecht en dan gaan ze met z'n allen poolen. Bedrijven kunnen hier ook terecht. Grote groepen, kleine groepen. Er kan van alles georganiseerd worden. We kunnen een diner of buffet organiseren voor groepen. Wij organiseren ook competities, 2 keer in de maand, 1e en 3e donderdag van de maand. We hebben voornamelijk poolcompetities, 8-ball en 9-ball, maar we hebben toevallig laatst ook een snoekercompetitie gehad. En dan kunnen teams tegen elkaar spelen en dan kun je dan een klein geldbedrag voor winnen. Vrij recentelijk is hier beneden alles verbouwd, dus we hebben een nieuwe bar gekregen, er zijn een aantal nieuwe tafels bijgekomen en dat proberen we ook zoveel mogelijk bij te houden. De doeken worden ook regelmatig vervangen, zodat alles er mooi uit blijft zien en goed blijft functioneren. Yeah.
In restaurant Arnhem kun je samen gezellig jouw eten met je vrienden en collega's delen. En bij oma Sonja van Indonesisch restaurant Rasasari kun je al meer dan 60 jaar je mond branden aan de door haar zelfgemaakte sambal. Ik ben Malika Amra Jansen en samen met Leon Jansen zijn we begin dit jaar mede-eigenaar geworden van restaurant Arnhem in Arnhem. Restaurant Arnhem is een restaurant voor ontbijt, lunch en diner. Wat ons heel erg bijzonder en uniek maakt is dat wij kleine gerechtjes serveren. Dus als je uit eten gaat met je familie, vrienden of collega's, dat je je eten samen kan delen. En dat maakt het huiselijker. Wij zijn elke dag geopend vanaf 10 uur. Dus vanaf 10 uur kun je bij ons al heerlijk ontbijten met een heerlijk kop koffie. Ik ben Sonja Nolte. Ik ben geboren in voormalig Nederlands-Indië. Ik ben begonnen in 1957. Ik ben hier aangekomen en toen begon ik met de sojaboon. En de soja, daar maak je dus vegetarische soja-eiwitten en de soja-ketchup. Dit restaurant is zo bijzonder, omdat de mensen weten van toen, 57 jaar terug, en de smaken van mond tot mond, ik heb er overgebracht. En zo de gerechten voor hun laten weten hoe je ze allemaal moet doen en zo. En zodoende ben ik begonnen met alle ingrediënten door heel Nederland en de ketchup en de sambal-oelek. Kruiden, de verse kruiden, komen vroeger uit Nederlands-Indië. En die liet ik importeren via mijn man die deed ook voor de rotan en de meubels, heel vroeger. En die kwamen dan allemaal met de boot hierheen, al die kruiden. En de verse kruiden komen dan met de vliegtuig. Ik ben Dakota Schuit, de derde generatie alweer, dus de kleinste van mijn oma. Naast dat je hier kan eten, zorgen we ook cateringen. Dan staat het helemaal allemaal zo mooi neer. Je kan ook cateringen hier doen, dan huur je het af. En dan kan je ook hier eten. En we hebben ook thuisbezorgd. Thuisbezorg kan je via de thuisbezorgwebsite, maar ook via www.rasasari.nl. Allemaal gemaakt van verse kruiden. De naam van restaurant Nova Munde komt uit het Portugees en heet Nieuwe Wereld. En die naam past uitstekend bij de wereldmenukaart van dit kleurrijke restaurant. Mijn naam is Kareke Osbay. We zijn aan het restaurant Nova Munde in het centrum van Arnhem. Wij zijn een wereldrestaurant, vandaar de naam Nova Munde. We hebben veel soorten gerechten van alle stukjes van de wereld eigenlijk. Van boer Hollandse salade tot Australische steaks. We hebben een prachtige open keuken. Kunnen de mensen ook zien wat de koks precies aan het doen zijn. Dat is ook leuk, een beetje vermaak. Verder hebben we een prachtige wijnkelder beneden met veel soorten wijnen. En ook nog een cocktailbar hebben we zelfs erin voor heerlijke cocktails. Stukjes bijzondere schilderingen van alle soorten kleuren in het restaurant. Dus we zijn eigenlijk van alles wat hebben in de zaak gestopt. Dat houdt een beetje het Nova Munde in. We zijn sinds 1 jaar geopend. Je kunt hier ook wijnproeverij houden, whiskyproeverij hebben gehouden hier. Privéfeestjes kunt u hier geven, bedrijfsfeestjes kunt u hier geven, of bedrijfsuitjes om het een keer lekker te eten. Kijk, zoals hier hebben we verschillende muurschilderingen. Hier hebben we de skyline van Arnhem. Zoals je ziet, de brug, de toren. Kijk, aan dit schilderij. Zo hebben we de hele pand gaaf gemaakt. Dit is een hele lekkere carpaccio. Je ziet het. Goed kouwen, dat alles gewoon in jouw mond gewoon ontploft. Lekker?
Ik eens. De buffet uit Uruguay. Eet smakelijk, meneer. Bij Stan & Co. is altijd iets te beleven en dat maakt het telkens leuk om even binnen te lopen of plaats te nemen op het terras op deze voor Arnhem historische plek. Mijn naam is Brianna Dekker. We zijn hier in het centrum van Arnhem bij Stan & Co., de hotspot van Arnhem Centrum. Wij zijn eigenlijk een restaurant, discotheek, lunchroom, ontbijtplek, huiskamer van Arnhem, allemaal in één. Ik denk dat dat ons zo bijzonder maakt. We zijn echt 's ochtends van 10 uur tot 's avonds 12 uur, in het weekend tot 2 uur open. We hebben bijzondere evenementen hier, waarbij we lekker doorgaan tot 4 uur 's nachts. Huis-DJ, Stan & Sol evenementen, gewoon geweldig. Stan & Co. is zo'n bijzonder restaurant, vooral vanwege de medewerkers. Alle medewerkers zijn eigenlijk uniek. Onze gasten zijn ook allemaal uniek. Iedereen kan lekker zichzelf zijn, zowel de gasten als de medewerkers. En daarmee creëren we een heerlijke huiskamersfeer hier. Je kan hier heerlijk eten en borrelen. We zijn in 2016, 2017 zelfs verkozen tot beste barrestaurant van Nederland. Vrijdagavond is echt dé avond bij Stan & Co. De gasten zijn aan het dansen, de collega's zijn ook aan het dansen. De sfeer is gewoon uniek hier.